De 19e Bredase Vredesprijs werd dit jaar uitgereikt in het Maktsek Memorial. Wie van de drie genomineerden mocht met deze prestigieuze award naar huis? Erik Linssen van de Bredase Vredesprijs over de criteria. Het is niet alleen dat je mooie dingen moet doen, maar het moet ook onbaatzuchtig zijn. Dus het moet niet je inkomen genereren. Het moet wel vrijwilligerswerk zijn. En wat ook belangrijk is, is dat het zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers gebeurt. Dus mensen die al 4 keer een koninklijke onderscheiding hebben gekregen en allerlei andere dingen. Ja, hartstikke mooie mensen, ja. Maar die zullen niet snel aanbieden komen voor de Bredase Vredesprijs. Een meer toepasselijke locatie dan het Maktsek Memorial is er in Breda niet te vinden om deze vredesprijs uit te reiken. Breda is de Poolse strijders eeuwig dankbaar. Kijk, als we terug zouden gaan in de tijd naar oktober 44, dan ben ik ervan overtuigd dat al die Poolse soldaten, in de bibliotheek ziet u nog een paar voorbeelden, die zouden allemaal de Vredesprijs hebben gekregen, want onbaatzuchtige werken in een vreemd land, strijden voor de vrijheid van dat land, terwijl je eigen land Polen niet meer vrij is, dat denk ik is voldoende. Maar gelukkig zijn ze ook allemaal collectief benoemd in die tijd, of kort na die tijd, tot ereburger van Breda. Dus ze zijn gelukkig gewaardeerd op een wijze die hen toekomt. Maar het mooie van de Vredesprijs in Breda vind ik altijd, is dat we laten zien dat je ook in dicht bij huis, met concrete initiatieven, ervoor kunt zorgen dat het gevoel, we doen het samen, want vrede doe je, betekent dat je niet tegenover elkaar staat, maar dat je met elkaar dingen doet, dat je dat zelf ook als individu of als organisatie een belangrijke bijdrage kan leveren. En alle drie de verhalen, hartstikke mooi laten zien dat we in de huidige samenleving het belang van omkijken naar elkaar, heb oog voor die ander, denk niet alleen in jezelf, maar wat kan ik doen om het leven van de ander net iets mooier te maken, iemand die net iets minder mazzel heeft gehad dan jezelf misschien, dat je dat laat zien om ervoor te zorgen dat je de hand reikt en niet je afwendt, maar de hand reikt om ervoor te zorgen dat zij hun leven ook beter kunnen maken. Ad Piraar is superactief als vrijwilliger bij Surplus. Met tomeloze energie bedenkt en organiseert hij steeds weer nieuwe activiteiten om het leven van de bewoners van het Elisabeth plezierig en waardevol te maken. Een van die dingen was dan bijvoorbeeld, ik zag daar een heleboel mensen bij de ingang naar buiten zitten kijken. Dus vroeg ik me af, waarom gaan die mensen niet wandelen? Ja. Maar die kunnen slecht lopen. Ja, pak dan een rolstoel. Ja, we hebben geen rolstoel. Geen rolstoelen in een woonzorgcentrum. Dat hoort toch te zijn? Nou ja, precies. Ja. Nou, toen heb ik een aantal van mijn oude leveranciers, want ik ben een facilitaire man geweest, bereid gevonden om wat schenkingen te doen en zo kwamen de rolstoelen. Niet omdat ik dan zo'n goede peer wil zijn, maar omdat ik denk, je zult maar je hele leven gewerkt hebben en dan naar buiten gaan zitten kijken hoe een ander stukje gaat lopen. Ja. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk om als een van de vrijwilligers van Surplus in het zonlicht te staan, in dit geval van de camera. Maar ik sta dan maar namens alle vrijwilligers van Surplus. Dus ben jij de hoofdvrijwilliger? Ja. Francine van den Oort zorgt ervoor dat Bredase gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen, kunnen beschikken over goede huishoudelijke spullen, kleding en kinderspeelgoed. Maar ook dingen die het huis leuk en gezellig maken. Maar dat begon eigenlijk met een gezin die in nood was. En de zus van die vrouw die kwam bij mij van, goh, kun jij helpen?
Ik zeg, ja, wat heeft ze nodig? Maar toen deed ik de winkel nog helemaal niet, was gewoon in de kerk zelf. En ze zegt, ja, als je misschien iemand weet die een bankstel heeft, kun je dan aan ons denken. En ja, langzamerhand zijn we gegroeid naar een leegstaand pand daar, totdat ja. FMO in Breda kansen bood aan mensen met een mooi project om dat te ondersteunen met subsidie. Ja. Maar je hoeft het nou ook niet allemaal zelf toch meer te doen, hè? Want er zijn toch meer vrijwilligers die net als zijn. Meneer zei van ik sta hier, maar ik ben dan wel de initiatiefnemster. Ja. Ik doe dit met een groep van 15 mensen. Ja. Soufiane Elazizi heeft een levensbedreigende ziekte en samen met zijn werkgever André Boersma hebben ze er alles aan gedaan om zijn leven, dat vroeg eindig is, zin te geven door mooie momenten voor anderen te organiseren. Ik ben naar hem toe geweest, ik ga. Ik heb gezegd, ik ben ziek, je hebt niks meer aan. Hè. En ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. En toen zei hij de woorden van, jij blijft bij mij en we gaan het samen doen. Ja. En, ja, want hij is toch heel vaak in de winkel geweest altijd, hè? Ik heb hem achter de kassa gezien, noem maar op. Ja, nou, ja, wat hij zei, hij kwam het verhaal vertellen en ik ben werkgever, ik heb veel medewerkers. Het hakte erin, een 18-jarige die bij me komt zitten, joh, ik kom te overlijden en ik kan beter maar met me stoppen. Dat past niet in mijn werkgevershoofd. Nee. In mijn menselijk hoofd. Dus toen vroeg ik aan hem, wat wil je zelf? En toen zei hij, ik wil mijn moeder trots maken. Ja, dat is iets verder. Hij is gek op media. En op een gegeven moment kwam hij in een tv-programma en toen zei hij, ik wil een parachutesprong maken. Daar reageerden mensen op te krijgen. Uiteindelijk is het Doesoefdag. Vorig jaar moest hij zo nodig ergens bij FC Avondklok zitten. En we hadden ooit gezegd, misschien willen we nog een fondsje oprichten voor de toekomst. En binnen een nacht werd ik wakker en er had een paar ton op mijn rekening staan, want meneer was zo nodig populair. En toen heb ik gezegd, oké, we hebben het nu, laten we een stichting oprichten. En wat wil je zelf? Toen hebben we met moeder, broer en zus gesproken. En hebben we een stichting geformuleerd waarbij we zeggen, die glimlach van hem is goud waard en die willen we doorgeven. En dat doen we, Erik zei het net al, een beetje stilletjes, want we willen niet heel veel. Die doen heel veel kleine projectjes. Maar een van de grootste projecten die er aankomt. We gaan een inclusieve speeltuin hier in Breda liggen, in Breda Zuid. Of Noord, sorry. Zuid krijgt wat veel aandacht, Noord krijgt wat minder aandacht. Ja. Dus in samenwerking met de gemeente gaan we een Doesoef speeltuin neerleggen. Winnaar van de Vredesprijs van Breda. Zijn, en daarmee klap ik het al, André en Soufiane. Van harte. Soufiane en André, van harte gefeliciteerd. Jullie hebben ervoor gezorgd dat we ook weer iets unieks meemaken. Namelijk dat we twee vredesprijzen en twee bokalen mogen uitreiken. Maar dat doen we heel erg graag. Dat doet de Stichting Vredesprijs van Breda heel erg graag. Breda's Vredesprijs heel erg graag. Want jullie hebben het echt verdiend. Jullie zijn een voorbeeld van de stad, ook de andere mensen. Maar het is echt jullie gegund, want datgene wat jullie voor elkaar krijgen, welke beweging jullie op gang weten te krijgen, is echt, vind ik, uniek. En we zijn als stad, heb ik al vaak tegen jou gezegd, jij hebt de glimlach, maar wij zijn trots op jouw inzet voor de stad en voor de medemensen. Gefeliciteerd. Ja, dank. Wat al terecht is gezegd, jij verdient ook echt gewoon alle waardering en alle lof. Zeker in deze tijd, zo'n belangrijk initiatief. Daarmee nogmaals enorm veel dank. Dankjewel. En hopelijk, maar dat weet ik eigenlijk bijna zeker, is de certificaat en de nominatie ook een stimulans om door te gaan. Maar één ding weet ik zeker, zelfs dat heb je niet nodig, want het zit in je hart om op die manier ervoor te zorgen dat het leven van andere mensen verbetert. Dus enorm dank en enorm gefeliciteerd. Ik moet jou eens nemen. Ontzettend dank ook en mooi dat je op een gegeven moment op die manier na je, je arbeidszame leven denkt van ik zorg ervoor dat ik mensen mee ondersteun, ik zorg ervoor dat ik ook sta voor datgene wat door die verpleeghuizen en voor senioren zo belangrijk is, al die vrijwilligers. En wat je net ook zei, ik ben een van die vrijwilligers en eigenlijk krijg je op deze manier via jou, al die vrijwilligers van Soplu, al die vrijwilligers van Elisabeth, een enorme compliment van ons, want dankzij hen is het leven van de mensen
in die verzorghuizen een stuk beter. Dankjewel, Ad.